Welkom bij deze video over hoofdstuk 9, golven. We gaan kijken naar paragraaf 9.4, staande golven. Nou, we hebben onderscheiden twee soorten golven. We hebben lopende golven en we hebben staande golven. Nou, lopende golven hebben we hiervoor al gezien. En dat zijn golven die dus in de tijd van plaats veranderen. Staande golven betekent dat ze in de tijd bepaalde punten op dezelfde plek blijven trillen en sommige punten een harmonische beweging uitvoeren. Bij lopende golven heb je twee soorten golven weer. Je hebt transversale en longitudinale golven. En datzelfde heb je bij staande golven. Nou, daarvoor kunnen we kijken naar eendimensionaal, tweedimensionaal en driedimensionale golven. Nou, het is lastig om ze allemaal in te vullen, maar voor eendimensionale golven in de transversale richting kun je bijvoorbeeld denken aan een golf en een klimtaal. Voor tweedimensionale golven in transversale richting kun je denken aan een steentje wat in water valt, waarbij het water dus naar twee kanten gaat, om een oppervlakte gaat bewegen. Nou, driedimensionaal transversaal zou ik zo niet kunnen bedenken, en eendimensionaal longitudinaal ook niet. Maar tweedimensionaal en longitudinaal kun je denken, longitudinaal is in dezelfde, dat hij beweegt in dezelfde richting als dat de golf gaat. En dan kun je denken aan aardbeving op tektonische platen. En drie dimensies kun je denken aan het geluid van een stem die door de lucht gaat. Nou, staande golven, dat zie je heel vaak bij muziekinstrumenten, zoals een golf in een gitaarsnaar. Dan heb je een rechte lijn waarbij de golf stil blijft staan. En in twee dimensies bijvoorbeeld de golf in een trommelvlies. Longitudinaal in drie dimensies kun je denken aan de golf in een klankkast. Nou, om hier naar te kijken, gaan we kijken naar een animatie over golven, dat je een beetje een beeld krijgt van golven in werkelijkheid. Golven in water is namelijk het enige waarbij je golven echt makkelijk voor ziet komen. Nou, we zien hier, we hebben een bepaald punt waar golven uitkomen. Er valt steeds een druppel op het lichtgevende punt en je ziet dan dat er golven uitkomen. Dat kunnen we ook doen in een ander punt of een andere locatie en dan zie je ook dat die golven bepaalde punten heeft waar die hoog is, dat zijn de witte punten, en waar die laag is, dat zijn de zwarte punten. En als de twee punten naast elkaar staan, dan zien we iets speciaals gebeuren, want er zijn punten waar ze elkaar dus versterken en punten waar ze elkaar uitdoven. Nou, je ziet dus dat op het midden van die golf, en dat daar hele grote punten zijn waar ze elkaar versterken, en de zwarte lijnen dempen ze elkaar uit. Nou, dit noemen we interferentiepatroon, en hoe dat zit, gaan we nou naar kijken. We dit kunnen uitleggen, want dit gebeurt ook bij geluidsgolven. Bij interferentie hebben we dus twee punten waarop golven ontstaan. Nou, als we iets verder gaan kijken, zien we dat een bepaalde afstand een dal ontstaat, waar die golf het laagste punt heeft, en iets verder hebben we een top. Nou, vervolgens zie je weer dat er later een dal ontstaat, dan weer een top. En het snijpunt van twee toppen noemen we een buik. Denk maar aan de dikke buik, want die wordt extra, die wordt heel veel groter. Die twee toppen versterken elkaar. Als we iets verder kijken, komen er weer twee dalen bij. En dan zien we ook dat hier bepaalde buiken zijn. Waar twee dalen samenkomen, noemen we ook een buik, want dan is die heel erg laag. En dat is op deze punten. En er zijn ook punten waarop een dal en een top samenkomen, waar het groene kruisje naar staat. En dat noemen we knopen. Op die punten heffen de toppen en de dalen elkaar dus op. Nou, die hebben we hier staan. Nou, als dat kunnen we vergroten en dan zien we ook weer dat we bepaalde buiken hebben en bepaalde knopen. En dat kunnen we zo blijven doen. En je ziet dat er steeds meer bijkomen in onze tekening. En als we hier nou gaan kijken, zien we bepaalde dingen. Als eerste kun je de golflengte uit deze tekening bepalen, want de golflengte is tussen twee dalen of tussen twee toppen. En die kunnen we dus rechtsboven aangeven. De golflengte kunnen we opmeten. Nou, we kunnen ook een buiklijn tekenen, want dat zijn lijnen die door de zwarte punten heen gaan. En op die lijnen, dat waren ook de lijnen die we net in het filmpje hadden gezien, zijn dus lijnen waarop je alleen maar toppen bij elkaar hebt staan, die elkaar dus versterken, waar je dus de golven heel makkelijk zal zien. En de knopen, waar de groene lijnen zijn, zijn knooplijnen. En hierop heb je dus geen enkele trilling, daar is het water eigenlijk rustig. Nou, op deze punten heb je dus helemaal geen trilling meer staan omdat ze elkaar opheffen. Nu we dit weten, kunnen we ook kijken naar de grondtoon en de boventoon. In hoofdstuk 4 van paragraaf 3 hebben we eerder de chroma-patch gezien, die bezweek doordat er niet genoeg rekening was gehouden met eigen en de eigen frequentie. Ieder voorwerp heeft
één of meerdere eigen frequenties en meestal zijn het er meerdere, alleen hoor je ze niet altijd allemaal. Een voorwerp heeft dus altijd verschillende eigen frequenties en grondtonen en boventonen zijn dus ook eigen frequenties van muziekinstrumenten. Nou, zo kunnen we bijvoorbeeld gaan kijken naar de gitaar. Nou, de gitaar die heeft een bepaalde lengte, dus als we daar één snaar van tekenen, dus heeft dat dezelfde lengte als de lengte van de snaar in de gitaar. En dan kunnen we dus zien dat die twee vaste uiteinden heeft, want op het uiteinde is die vastgezet. Nou, daar ontstaat bij de grondtoon een bepaalde toon in. En de eerste mogelijke toon die we kunnen tekenen met twee vaste uiteinden is deze, en dat is dus een staande golf. Ik ga dus steeds op en neer trillen en de zwarte punten zijn weer de knoop. Nou, en het bovenste punt is dan de buik. En deze toon is de kleinst mogelijke golflengte, de grootst mogelijke golflengte die we in die draad kunnen zetten. En dat noemen we de grondtoon. Nou, bij de volgende kunnen we zien, ja, als we nog wat meer in dezezelfde draad willen zetten, kan het ook zijn dat in het midden nog een knop bij komt. En dan krijgen we deze golf. En dan zie je dat er drie knopen aan zijn, twee buiken. En dat noemen we de eerste boventoon. Ook dit is een van de tonen die in diezelfde snaar zou kunnen ontstaan, waardoor we alleen maar even zacht in het midden van de snaar moeten dempen om alleen deze toon te kunnen laten horen. Nou, we kunnen dus ook weer een toon verder gaan, zetten we weer een knoop erbij. En dan zie je, ja, dat we vier knopen hebben en drie buiken en dat noemen we de tweede boventoon. Nou, je kunt ook iets hebben met twee open uiteinden, bijvoorbeeld een liniaal. Nou, die heeft dus in het midden een knoop zitten en aan de buitenkant een buik. Dus ook in dit geval hebben we een knoop en twee buiken. Nou, ook de eerste boventoon hiervan, dan heeft hij dus twee knopen en drie buiken. En ook hierbij hebben we een tweede boventoon. En je kunt natuurlijk nog veel verder gaan met drie knopen en vier buiken. Als we hier verder naar gaan kijken, dan kunnen we dus zien, ja, de grondtoon noemen we altijd NS1. En dan kunnen we dus zien dat de lengte hiervan, ja, in één lengte past nou precies een halve golflengte. Dus die kunnen we ook anders opschrijven, dat de golflengte gelijk is aan twee keer de lengte. Nou, de frequentie op dat moment is dus, nou ja, frequentie weten we, hebben we rechtsboven de formule nog geschreven, dat was de golfsnelheid gedeeld door de golflengte. En de golflengte die is 2L, dus de frequentie is nou de golfsnelheid gedeeld door 2L. Nou, bij de eerste boventoon, dan geldt dat N2 is, kunnen we ook zeggen, ja, L is 2 gedeeld door 2 lambda, want er past precies een hele lambda in. Oftewel, de golflengte is gelijk aan de lengte. Nou, de frequentie is dan dus gelijk aan 2 keer de golflengte gedeeld door 2 keer de lengte. Bij de tweede boventoon krijg je dus N is 3. Ja, je ziet, tweede boventoon is N3. En de lengte is dan gelijk aan 1 lengte plus 1/2 lambda, oftewel 3 tweede lambda. Oftewel de golflengte is 2/3 keer de lengte. Nou, vervolgens kunnen we dan ook de frequentie hier uitrekenen. En dan is dan dus 3 keer de golfsnelheid gedeeld door 2 keer de lengte. En dat zijn dus drie frequenties van de grondtoon, waarbij F0 is. De eerste boventoon, dat noemen we F1. En de tweede boventoon is F2. Denk eraan dat die N dan wel eentje groter is. Als je op VWO zit, kun je hier tegen ook een formule voor gebruiken. De formule voor deze hier is gelijk aan, ja, die zie je waarschijnlijk al uit ontstaan. Dat is 2L gedeeld door N, oftewel de frequentie is N maal de golfsnelheid gedeeld door 2 keer de lengte. We gaan kijken naar een rekenvoorbeeld hierop. De golfsnelheid in een gitaarsnaar van 72 cm is 240 meter per seconde. Bereken nou de frequentie van de tweede boventoon. Probeer deze opgave nou weer eerst voor jezelf te maken en zet de video daarom op pauze. En speel hem pas verder af zodra je de opgave gemaakt hebt. Als we deze opgave gaan maken, kun je altijd weer beginnen met de systematische probleemaanpak. Als eerste lees je dat de lengte van de gitaarsnaar 72 cm is en in S-eenheden is dat 0,72 meter. De snelheid, de golfsnelheid, is 240 meter per seconde. Nou, vervolgens moet je weten, een gitaarsnaar dat is altijd ingesloten door twee knopen. En wat we hebben geleerd is dat de grondtoon altijd een enkele buik heeft met twee knopen en buik. En dat we de eerste boventoon, dat die er zo uitzag. En de tweede boventoon ziet er op deze manier uit.
Deze kun je dus zelf altijd tekenen op je proefwerk of op je examen. Nou, we moeten naar de tweede boventoon kijken. En wat zien we dan? Nou, in die ene lengte past dus 3 tweede lambda. Want je ziet 3 tweede lambda erin zitten. Nou, vervolgens kunnen we dus de golflengte uitrekenen. Want de golflengte is dan 2/3 keer de lengte. Nou, de lengte weten we, want die is 0,72 meter, 72 centimeter. En die vullen we in meter in. En als we dat uitrekenen, krijgen we 0,48 meter uit. Nou, we weten nou de lengte. En wat moesten we weten? Ja, we weten de golflengte, we weten de golfsnelheid. En we kunnen dus de frequentie uitrekenen. De frequentie is golfsnelheid gedeeld door lambda. Dus we schrijven eerst de formule op. Vervolgens vullen we in wat we weten, in de juiste eenheden. En dan de conclusie is 500 hertz. Let op met de significantie. Het kleinste aantal significante cijfers is 2. Dus maken we hier 5,0 × 10²² hertz van. We kunnen ook kijken naar de grondtoon en de boventonen als we niet een buik-buik of knoop-knoop hebben, maar knoop-buik en buik-knoop. Nou, bijvoorbeeld een trompet, want die heeft een open en één gesloten uiteinde. Nou, als we die tekenen, hebben we de grondtoon weer. Eén open en één gesloten uiteinde. Nou, we zetten eerst het gesloten uiteinde aan één kant, de andere kant is open. Dus als we deze tekenen, zien we dat we een knoop en één buik hebben. En dat de lengte dus gelijk is aan, ja, in één lengte past dus 1/4 de golflengte. Oftewel, de golflengte is 4 keer de lengte. Nou, de frequentie kunnen we dus uitrekenen, want dat is de golfsnelheid gedeeld door de golflengte. En de golflengte is 4. De eerste boventoon, nou, dan hebben we dus 2 knopen erin zitten. Dus als we die tekenen, zien die er zo uit. En dan kunnen we ook weer invullen dat de lengte hier, ja, in één lengte past naar 3/4 golflengte. Oftewel, de golflengte is 4/3 keer de lengte. De frequentie is nou dus 3 keer de golfsnelheid gedeeld door 4L. Want delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde. Ook voor de tweede boventoon kunnen we dat doen. Dan hebben we weer 1 knoop extra. En als we die doen, zien we dat de lengte 5/4 lambda is, oftewel lambda is 4/5 keer de lengte. En de frequentie kunnen we dan dus uitrekenen met deze formule. Als je op VWO zit, zie je dan ook dat je hier natuurlijk met die n weer een algemene formule van kan maken. Die formule die staan ook in BINAS en je kunt ze dus ook zelf afleiden door deze wetten te gebruiken. We gaan kijken naar een rekenvoorbeeld over een blokfluit. We blazen op een blokfluit. Het blokfluit heeft een lengte van 30 cm en bij een frequentie van 1417 Hz horen we de tweede boventoon. We rekenen de voorplantingssnelheid van de golf. Probeer deze vraag dan weer eerst voor jezelf te maken en zet de video daarom nu op pauze. Speel hem pas verder af zodra je de vraag gemaakt hebt om hem na te kijken. Nou, als we deze gaan doen, beginnen we met de systematische probleemaanpak. Er is gegeven dat de lengte 30 cm is, oftewel 0,30. meter, en de frequentie is 1417 hertz. Nou, moeten we denken aan een blokfluit. Nou, een blokfluit dat blazen we aan één kant, dus die kant is dicht. Aan de andere kant komt de lucht gewoon uit, dus die is open. Dus dit is een open knoop buik golf. Nou, die kunnen we tekenen en de grondtoon daarvan hebben we net geleerd. Ja, we beginnen met een knoop tot een buik, dus dit is de eerste. Nou, vervolgens weten we dat de eerste boventoon zo uitziet. En de tweede boventoon ziet er zo uit. Nou, als we deze getekend hebben, kunnen we dus weer gaan afleiden hoe de golflengte en de lengte met elkaar overeen. We zien bij de tweede boventoon dat we in één lengte 5/4 van een golflengte hebben, oftewel 5/4 keer de golflengte. Nou, de golflengte is dus gelijk aan 4/5 keer de lengte. De lengte hebben we al uitgerekend, want dat was 0,30 meter in de eenheden. En als we die invullen, krijgen we uit dat de golflengte 0,24 meter is. Nou, we moeten de voorplantingssnelheid berekenen, dus die formule kun je ook altijd opschrijven. De frequentie is de golfsnelheid gedeeld door de golflengte, oftewel de golfsnelheid is de frequentie keer de golflengte. Als we die invullen, want we weten nou de golflengte en we weten de frequentie, vullen we in en we krijgen ongeveer 340 meter per seconde. Nou, let op, we moeten weer aan de significantie letten. Dus dat is 3,4 × 10²² meter per seconde. En dit is ongeveer de geluidssnelheid in lucht bij 20 graden. Nou, en die kon je weer opzoeken in BINAS, zoals we hadden gezegd. Je bent op het einde gekomen van deze les.
Hopelijk is het onderwerp nu wat duidelijker voor je. Vond je de video leuk? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. En als je nog vragen hebt, kun je ze onder in de comments stellen. Je kunt alle bestanden natuurlijk ook gratis downloaden van de website om het thuis nog rustig door te lezen. Veel succes en tot de volgende video.